Ik denk zomaar dat jullie met de eerste 20 minuten van de wedstrijd het meest tevreden zijn achteraf. Ja, achteraf wel, omdat je dan, omdat het dan nog 0-0 staat. Volgens mij scoorde je rond die tijd. Ik weet niet precies hoe, maar ik denk als je over de gehele wedstrijd gaat kijken dat je ze bijna geen kans hebben gekregen. Ja, we hebben twee goals weggegeven, zeg maar. En verder krijgen we geen kans, maar ze winnen wel 3-0. Dus, of 0-3. Dus ja, dat is de kwaliteit van ons en fouten van onszelf. Of kwaliteit van hun en fouten van onszelf. Maar ik doelde op de eerste 20 minuten omdat het er toen voetballend best wel aardig uitzag bij jullie. Jawel, jawel. We deden het goed. We wilden graag voetballen vanuit de keeper en hun hadden er ook wel moeite mee. En op een gegeven moment gaan hun het ook gewoon helemaal vastzetten. Dus dan weet je van ja, we kunnen niet meer voetballen en moeten de lange bal spelen. En voorin met Terro wonnen we wel duels, maar de tweede ballen waren voor hun. En dan, ja, dan kom je eigenlijk niet aan voetballen toe. Dus ik denk de eerste 20 minuten wat je aangeeft komen vanuit achteruit tot voetballen. En daarna werd het wat lastiger. Het deel waar ik het minst tevreden over ben, is misschien wat makkelijker, dat zijn de doelpunten die we tegenkrijgen. Ik denk die 1-0 is in principe onnodig, een kleine miscommunicatie. Dus dat is iets wat we gewoon beter op elkaar af moeten stemmen en dan gaan die er ook uit. Ja, die tweede die valt volgens mij 1 minuut daarna heel erg makkelijk. En dat zijn ook dingen die niet mogen gebeuren. Zeker straks niet als de competitie begint. Ja, en die 3-0 in principe ook vanuit de standaard situatie. Dus, dat zijn de dingen waar we aan moeten werken. En verder, het voetbal op zich ging redelijk. We kwamen er een aantal keren goed uit, een aantal keer slordig. Maar dat is het risico wat je soms neemt. En verder kunnen nog wel eens wat dreigender zijn vooruit.